het Westen in 1804. Vijf jongens overvielen overdag daar een bankier. Er volgde een gevecht, er klonk een schot uit een geweer. De jongens vluchten met het geld en de bankier viel neer. Straten van de stad, door de sheriff achtervolgd die een haast te pakken had. Ze reden door als gekken, maar niet meer al te lang, want ze werden vastgenomen en vervoerd naar het gevang. Ze zaten daar gevangen, ze kwamen nooit meer vrij, werden ze gehangen. Of had men medelij, ze zouden de wereld van buiten nooit meer zien. Het was het lot van de vijf jongens in celblok nummer 10. Na weken zitten wachten kwam eindelijk het proces. Een advocaat vocht voor de jongens, maar helaas zonder succes. Het oordeel dat hangen en ze namen een besluit. Ze wisten nog niet hoe, maar ze moesten hier gauw uit. Ze werkten met z'n vijven nachten aan een plan. Ze hadden nog twee weken en ze zeiden ja, het kan. Ze groeven toen een tunnel heel voorzichtig dag en vier man aan het werk en eentje stond op wacht. Maar ze zaten nog gevangen en ze waren nog niet vrij. Men wilde ze gaan hangen, men had geen medelij. Zouden zij de wereld van buiten nog ooit zien? Het was het lot van de vijf jongens in celblok nummer 10. Van de laatste avond, het eindpunt was in zicht. Ze konden zo naar buiten, maar het was nog iets te licht. Ze waren net op tijd met hun geploeter en gezwoeg. Want de dag dat ze gehangen werden, was al morgen vroeg. Nog een paar minuten wachten en dan waren ze weer. Eens hoorden ze voetstappen, ze kwamen dichterbij. De deur die werd geopend en daar stond de directeur. Hij zei, jongens, het is niet morgen, maar vandaag gaan jullie beurt. Ze zaten daar gevangen, ze kwamen nooit meer vrij. Ze werden opgehangen, men had geen medelij. Ze zouden de wereld van buiten nooit meer zien. Het was het lot van de vijf jongens in celblok nummer 10.